Filip, Yes. Philip, welkom. Welkom. Dank voor de uitnodiging. Dag, echt bedankt om te komen. Je hebt direct geantwoord op de e-mail. Dat was uh, heel leuk. Ik ben niet gewend van mensen tegenwoordig. Um, vertel eens, wie ben je? Wat doe je? Ik ben Filip uh, de Winter. Ik ben politicus. Uh, en dat al, uh, ja, toch wel al een jaar of 35 zeker, hier in Antwerpen. Um, vader van drie kinderen. Gelukkig getrouwd. En ondertussen ook alweer grootvader van vier stuks. Officieel. Dus wat dat betreft hebben we onze handen ja. vol. zeker okay. weten. Ja. Um, vertel eens, hoe zeg je opgegroeid? Ho, ik ben een uh, kind van mijn tijd natuurlijk. Hè. Ik ben geboren in 62, ik ben ondertussen 59 jaar oud. Ik kan uw vader zijn wellicht, maar... maar moeder uh, is van 62, ja. <laughs> <laughs> Voilà. Um, uh, in Brugge, niet in Antwerpen. Ja. Katholieke colleges, uh, voetbal gespeeld bij Cercle Brugge. Uh, dat soort van dingen meer. Bij de jeugdbeweging geweest, niks wereldschokkend, allemaal normale dingen. Geen grote frustraties of trauma's in mijn jeugd opgelopen. Nee, niks van. van uh, nee, ja. Geen wereldschokkende dingen om, uh, uh, om, om vandaag aan u te vertellen en met de auto over weet ik veel wat. Dat, dat hoeft niet. Maar, uh, en dan naar Antwerpen komen studeren. Ja. Uh, waar hebt u gestudeerd? Wat men toen nog sint Jas noemde, dat was de universiteit toen, UCIA. Dat is nu allemaal Universiteit Antwerpen geworden, eh, politiek en sociale. En daarna de, de Handelshogeschool ook, ook weer al in Antwerpen, voor journalistiek. En, en ondertussen ook wat in het studentenleven terechtgekomen. En, eh, Leuke hier... studententijd gehad? Of? Absoluut, ja. ja. Ik was een geëngageerd student toen al met politiek ja. bezig, maar. Ook toch wel de, de, de andere kant van het studentenleven, de, de ambiance en het, het, het studentenleven zelf ook heel intens beleefd. Mijn vrouw hier leren kennen, hier getrouwd. En ja, en, ja goed, en dan waren we vertrokken natuurlijk. Ja, ja je, hebt, je hebt journalistiek gestudeerd hè? Ik heb journalistiek gestudeerd, ja. 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 En uh, dat heb je ook even gedaan? Of niet? Heb je daar even in gewerkt? Of ja, je ja, je... ik ja. heb ook een tijd als journalist gewerkt, hè, en, 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 tijdens mijn studententijd. Uh, en daarna ook even uh, op de redactie van Het Volk in Antwerpen. Hè. Dat noemde toen nog. Uh, um, wat was de naam? De Nieuwe Gids, uh, zowaar. Uh, dat was de Antwerpse betiteling van Het Volk. Maar goed, zowel De Nieuwe Gids als Het Volk zijn al lang verdwenen. Ja. Dat was een, een krant uit de christelijke arbeidersbeweging. Uh, in de vlak de, bij de Keizer Leidenmeer. Um, en, en, en dan doorgestroomd uh, tot bij de VRT. Bij de <laughs> waar ik ja werkte voor uitzendingen door Derden, dat bestond toen allemaal nog gedaan, dat bestaat niet meer televisie. Um, en dan vrij vlug opgepikt uh, door, door bepaalde mensen om, om in politiek actief te worden. En ik ben feitelijk heel erg jong in de politiek gerold. Ja. Um, maar een paar jaar als journalist bezig geweest, om dan vrij snel uh, parlementslid te worden op mijn 25 Wout, jaar. 50. En daar zat nog toen in die tijd, dat is ook alweer allemaal uh, mm. voorbij, en geschiedenis. Daar zat ook nog een, uh, meer dan anderhalf jaar uh, uh, het leger uh, nog tussen. Hij ah, ja, ja, als, als, ja. uh, als Cairo, als uh, officier gediend, in het 6e Linie-regiment, een stormfusiliers. Het uh, was een leuke ervaring. Ja, uh, dat en heeft niet. dacht is dat ook altijd? Beste tijd van mijn leven, leeftijd. <laughs> ja, ja. Dat is allemaal relatief natuurlijk, maar het heeft niet veel geschild of ik had bijgetekend om er uh, ah, toch? Om ja. tijdelijk officier te worden. In die tijd kon dat nog, bijtekenen voor drie of vijf jaar. Ik vond het wel leuk om te doen. En waarom dus, heeft u het niet gedaan dan? Wel, ja... Op dat moment kwam ook het aanbod om, uh, om, om een job in toen nog het Vlaams blok te, te, te kunnen krijgen. En, en dan heb ik dat maar gedaan. Ik heb me dat nooit beklaagd, want anders had ik natuurlijk nou, niet de carrière kunnen maken hier, die ik vandaag ja. heb gemaakt. Maar goed, ja, dat weet je niet op het moment dat je die keuzes moet maken. Hè. Dat ja, is altijd een dubbeltje op zijn kat. Soms vraag ik mij wel, wel eens af, wat zou het geweest zijn mocht je in plaats van politicus uh, ja, beroepsmilitair geworden zijn? <laughs> um, maar goed, de tijden waren toen toch anders. We spreken ja. over de Koude Oorlog, de dreiging van de Sovjet-Unie en het communisme. Europa die verdeeld was door de, de, de strijd tussen het Vrije Westen en het communisme. De ijzeren muur die door, die door Europa liep. Vlakbij, op nauwelijks vier, vijf uur rijden, was je aan, aan het ijzeren gordijn. De permanente dreiging van, van de Sovjet-Unie en het communisme, de dreiging van een atoomoorlog en dat soort dingen, dat was allemaal heel erg dichtbij. Het, li het lijkt nu allemaal heel erg ver weg. Ja, ja. Het kan allemaal heel snel terugkomen wat dat betreft, dat heb ik ook al gemerkt, maar dat was toen allemaal heel concreet. En we engageerden ons daar ook wel in, in die strijd tegen het communisme, um, tegen de Sovjet-Unie. Dus een, een, een militaire carrière was ook een, een bewuste keuze, was ook een ideologische keuze. Nu is dat allemaal weg. Als je ja. nu mensen zegt, ik kies uh, voor een carrière in het leger, beroepsmilitair te worden, dan worden de oinkbouwen gefronsd. De omgekeerde wereld. Ja, ja, waarom doe je dat? Wat is uw motivatie? Wat, wat drijft u om dat te doen buiten het, goed, ja, het fysieke en het spektakelkarakter? Maar uh, toen was dat een concrete inzet. Ja. We stonden op het punt om, om ja, in een derde wereldoorlog meegesleurd te worden. Dus vonden we dat we ons daar ook moesten in engageren. Um, maar goed, ja, oké, okay, klaar. Uh, in de jaren negentig is het, uh, de muur gevallen, het communisme ja. verdwenen. En was die dreiging ook uh, definitief uh, tot het verleden behorend. En, en dus is het misschien wel goed ook dat ik die keuze ja. toen niet gemaakt heb. Ja, en ik had ook uh, gezien dat je een vrij gelijkaardig verhaal een beetje als Dries van Langenhoven. Ook uw eigen groep opgericht voor het Vlaams Blok? Ja, we hadden een studentenvereniging, studentenvereniging. Die, 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 die militant was en een politiek doel nastreefde natuurlijk. Dries doet hetzelfde, maar nu zoveel decennia later, met andere middelen en andere manieren natuurlijk, dat is ook logisch. Maar het is toch wel een soortgelijk parcours, ja. ja. Wat heeft u getrokken aan de politieke kant? Om, om, om daar meer interesse uh, in te hebben. Uh, en, 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 ja, op dat moment ik had al, we hadden we de strijd. Uh, het Vrije Westen tegen het communisme, dat was één belangrijk element toch? Ja. Het is, is dat... En niet alleen voor mij, maar ook voor andere mensen. Ik herinner mij Peter de die nu toch een bekend politicus in Antwerpen is voor de NVA va uh, ja, Wij werkten samen in een tijdschrift uh, waar wij de waarden van het Vrije Westen uitdroegen en verdedigden. We hadden de Belgisch-Atlantische jeugd, we hadden NAVO-jongeren, dat soort van dingen allemaal meer. Um, dus dat dreef ons wel. En daarnaast was er natuurlijk ook het communautaire aspect. Hè? Ik bedoel, in die tijd, dat is ook weer al geschiedenis voor uh, jonge mensen van vandaag. Dat is ook normaal. Maar in die tijd was het communautaire ontzettend belangrijk. Hè? Ik bedoel, we hadden. De strijd rond een aantal uh, taalgrensgemeenten, hè, dat van Komen tegen Frankrijk tot uh, De Voer tegen Nederland en alles wat daartussen lag, alle faciliteitengemeenten, Kraaibedem, Wezenbeek, Koppem, noem het maar allemaal op, waar, 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 waar toen toch wel een, een vrij ja, bitsige taalstrijd woedde. Ik herinner mij de lokettenkwestie in, in Schaarbeek met de toenmalige burgemeester Noos, een francofiel man die de Vlamingen echt wel discrimineerde, en Jende. Um, enzovoort, een hapar invoeren. Zo waren er wel een aantal. En en werd... Dit was het moment dat je uh, politiek begon georganiseerd ja. te worden? Ja. Omdat dat heel spectaculair was. Als Johan Gast, ik was 16, 15, 16, 17 jaar en daar werd betoogd. Hij uh, uh, was een beetje mijn, mijn ja. 68, zo u wil. Ah, ja, okay. uh, met met uh, de Rijkswacht in confrontatie in de voor en dat soort van dingen. Dat was heel spectaculair. En dat trok mij natuurlijk wel aan. Misschien ja. meer het, het sensationele spektakelelement. Ja. Eerder misschien dan het politiek inhoudelijke. Maar het was mijn ding. Kun je en, het zo een beetje vergelijken met de protesten nu? Oh, van Triggerpoint, dacht ik zo wel. Het, 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 het is een engagement van, van die jonge mensen, natuurlijk, wel aantrekt, omdat het ook iets spannend is. Ja, het is, ja. het is, het is fysiek, het is heel ja. erg uh, confronterend, het is uh, een beetje stout, het dus is het gedurfd. Politie? Was dat toen ook al zo? Of wel, de rijkswacht was toen onze... Ja. Ja. Uh, wij kregen wel op met de rijkswacht hè. Iedereen wou Rijkswachter worden, maar de Rijkswacht was de, de, ja, de gewapende arm van de staat. Er zat een spanning. En er zat een spanning op. Zij ja. moesten de orde handhaven. en Wij, ja, wij wilden het omgekeerde. Niet dat we anarchisten waren, verre Maar goed, ja, er werd betoogd. Het mocht niet. Er werd opgetreden. Er kwam tot een confrontatie. Traangas, paarden, wapenstokken. Allee, het hele verhaal. Het was ook toch allemaal iets minder. Um, ja, Minder, als ik die protesten van vandaag zie, is het toch allemaal wat, wat, uh, wat gewelddadiger. Ja. Toen was het wat meer kat en muis. Ik ga niet zeggen uh, dat het onschuldig was, dat was het zeker niet. Maar het, 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 het leek mij toch minder gewelddadig dan vandaag de dag het geval uh, ja, okay. was. Ja. Ja. Dus dat was dan het triggerpoint van in de kleine politiek? Dat zijn de beide triggerpoints ja. geweest: het anticommunisme, het hele verhaal rond de dreiging van de Sovjet-Unie en het communisme. En, en anderzijds, natuurlijk, het communautaire verhaal. Dat waren de twee dingen die mij op dat moment het meest aanspraken. Ja. Ik woonde ook in Brugge. Ah, bijvoorbeeld, de, de problematiek die we in Antwerpen kennen, de voorbije 30, 40, 50 jaar, was, was in een, een landelijke stad als Brugge totaal afwezig. Ik bedoel nooit van gehoord. Grootstedelijke problemen, uh, onbestaande uh, immigratie. Uh, de, 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 de enige immigrant was, was een, een Hollander of een Fransman. Dus wat dat betreft, Brugge was uh, paradijselijk in vergelijking ah, ja. met steden zoals Brugge, zoals Brussel en, en Antwerpen. Ja. En was, dat, was dat een shock toen dat je hier kwam wonen? Zo is verandering? Het was toch een, een, een bespreking. Ik ben naar Antwerpen gekomen om hier te studeren. Ik was toen 18, 19 jaar, 20 jaar oud. Uh, ja, het, het was toch aanpassen. Het was sowieso aanpassen. Ja. Want Antwerpen is een heel andere mentaliteit, een cultuur, een heel ander verhaal. Als een grootstad ten opzichte van een provinciale stad zoals Brugge. Uh, maar ook op, op dat vlak was het toen al aanpassen. Ja omdat het toch, ja, het was, Antwerpen was toen al een kosmopolitische havenstad met alles erop en eraan. Al de dingen die je in Brugge niet vond, die vond je in Antwerpen in overvloed. Zowel de goede als de slechte dingen, ja. Ja. absoluut. En uh, hoe uh, ervaarde je dat als jonge gast? Uh, ja, Antwerpen was natuurlijk. Uh, is dat dan avontuurlijk? Dat was avontuurlijk, uh, dat was leuk. Dat was, uh, was, uh, dat was voor een jonge gast was, een, was Brugge een boerengat op dat moment ja. he, in vergelijking. Achteraf relativeer je dat en dan, 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 dan durf je dat in een andere context te bekijken. Want ooit keer ik misschien ooit wel terug naar Brugge, wie weet. Maar. Um, die tijd was Antwerpen natuurlijk het, uh, het Walhalla of het Mekka ja, ja. <laughs> voor jonge gasten. Ik wilde ja. het in het midden. Ja. En dan op um, een bepaald moment beslis ik gewoon: ik ga naar het Vlaams blok. Gaan we politiek opkomen? Ja, 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 ja. Er zijn wel wat tussenstappen geweest natuurlijk. Hè. Vooral de studentenbeweging, NSV en dat soort van dingen meer. Maar goed, we zaten toch al vrij snel in, die, uh, in dat voorwater. Ook omdat toen op dat moment de uh, belangrijke politieke uh, de discussie was uh, het Egmondpact. pact Het is een, een pact dat afgesloten is geweest uh, ergens in de jaren 70, begin de jaren 80. Waar, waar men vanuit Vlaanderen. Om, om een stuk autonomie te bereiken en wat bevoegdheden te krijgen voor bijvoorbeeld een Vlaams parlement en een Vlaamse regering, het Vlaamse niveau heel veel toegevingen heeft gedaan, betoneren van de faciliteiten, uh, Brussel derde gewest, dat soort van dingen. Allemaal dingen die nu uh, niet meer zo voor de hand liggend uh, zijn, om, maar die op dat moment heel erg meespeelden. Um, ja, en toen moest er gekozen worden. En toen splitste dat Vlaams blok af van de toenmalige Volksunie. En dat was het moment natuurlijk om, om, uh, om mee op de kaart te springen en, en, en te doen wat kon gedaan worden. En dat was vrij snel toch succesvol. En dan waren we vertrokken, natuurlijk. Ja, ja. Goed. En had jij die rechts. Uh die richtse uh, ideaal voordat je daar bent binnengegaan, al echt heel extreem? Of was dat pas echt eenmaal dat je met ja. mensen rond u. Ten eerste, wat is extreem? Natuurlijk. Ja, extreem uh, is een moeilijk woord. Ondanks. Maar, ja. maar uh, radicaal hoor ik liever dan extreem. Ja, natuurlijk. Ik, ja, ik, ik heb geen probleem om radicaal te zijn. Radicaal ja. betekent dat men ja, goed, zijn ideeën op een consequente manier beleeft. En die ook uh, zonder water in de wijn uh, te doen uitdraagt. Extreem is iets anders. Extreem is uh, het, 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 het niet willen streven naar welke vorm van compromis ook, niet bereid zijn tot, tot discussie, uh, gewelddadig zijn. Dat is voor mij extreem. Maar radicaal is, is eerder een... een ah, is, is iets waar je... Is een eremerk. Daar ben ik trots op, dat ik radicaal ben. Maar niet extreem. Maar goed. Um, was dat radicaal, was dat... Uh, was dat... Was dat op de flank van, van, van de toenmalige politiek, de rechterzijde. Ja, dat was wel zo, natuurlijk. Ja. Zeker weten. Maar goed, als jonge gast is dat ook ergens normaal, dat men vrij radicaal is in zijn ideeën. Ja. Uh, dat, dat, dat is voor jonge mensen bijna een must. En wie, was dan, wie waren uw voorbeelden? Om, ik neem aan als jonge kerel dat je dan toch wel een aantal voorbeelden hebt, of... of Waar ja, je inspiratie uittrekt. Of? Natuurlijk waren er voorbeelden. Dat, ik vond bijvoorbeeld iemand als Ronald Reagan, toenmalig president van de Verenigde Staten, ja. wel een voorbeeld. Um, maar, maar er waren voor mijn part ook andere voorbeelden in Frankrijk en Alain de Benoit of Jean-Marie Le Pen. Uh, god, ja, Ik heb het voorrecht gehad om al die mensen toch vrij goed uh, persoonlijk te kennen. Um, de, de, de generatie voor mij, die, die, die hier in de jaren. Eind het jaar 50, 60 al begonnen, is in heel moeilijke omstandigheden. Um, en en die, uh, die onze leermeesters zijn geweest, daar word ik altijd naar opgekeken, absoluut, ja. Nou, um, die eerste keer dat je bent opgekomen, was dat zo'n moment van uh, hoeveel stemmen ga ik halen? Zo dat gevoel van. Ga je was, was dat heel stresserend? Dat was ook was vooral lol. Hè. Ik bedoel, ik had een ja. studentenvereniging, uh, waar ik voorzitter van was. En waar ik uh, natuurlijk een hele grote kring van jonge mensen had. En toen werd er nog uh, affiches geplakt op straat. En waren we heel erg militant op straat aanwezig. En dat waren plakoorlogen tussen ons en, en zeg maar de, 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 de Amada, de Allemacht aan de arbeiders, de huidige PvdA. Um, Waar, waar plakploegen van 50, 60 man uh, ja. uh, elkaar soms te lijf gingen, maar vooral ja. probeerden om, om heer en meester te zijn op straat. Hè. Dat toen wij ja. denken aan uh, die aflevering met FC de Campioen, als uh, Pico en Boma opkomen voor de politiek en dat ze dan over elkaar... Ah, uh, voilà. Ja, ja. Het is, uh, in, ja. dat, dat is het karikatuur, ja. maar het uh, ja. <laughs> er kan er goed mee vergelijken worden. Ja. Dat was de folklore van die tijd. Ja. Um, maar het was wel lol. En, en, en het, het resulteerde ook in, in flink wat voorkeurstemmen, die, uh, die, die, die mij onmiddellijk hebben geparachuteerd naar, een, naar, naar het parlement en dergelijke meer. Uh, maar ik had het voordeel natuurlijk van al politiek actief te zijn en een eigen kring te hebben van jonge mensen die, die, die zich wilden engageren samen met mij. Ja. Uh, en dat, dat gaf mij een voorsprong op anderen natuurlijk. Ja. Je twijfelt aan jezelf op een bepaald moment? Iedereen twijfelt al eens aan dat zichzelf, kan. dat is normaal. Ja. Hè? De, de keuze. Ga ik voor de politiek of doe ik het niet? Uh, is, is, is bijvoorbeeld al een, een twijfelmoment... Hè? Alles is... Wie niet twijfelt in zijn leven, die uh, heeft niet echt geleefd. Hè? Ja, dus je moet twijfelen over belangrijke keuzes. Want ja, twijfel ja. betekent dat je nadenkt en, en durft, durft af te wegen. Doen we het? Doen we het niet? Wat zijn de pro's en de contra's? Natuurlijk, uiteraard. Oké. Okay. En op een bepaald moment ga je verder, meer in, de, eh, verder in de tijd gaan... Um, op een bepaald moment hield Frans Blok denk ik uh, 17% in Antwerpen. Klopt Juist voor het cordon uh, sanitaire. 17 70 is een beetje veel, hè? 17, hè? Ah, 17, 17 ja, ja, 17. 17. Ja, we hebben, we hebben veel, ik dacht 70, ja. ja, ja. Maar we hebben 17, we hebben we het hebben tussen 17 en 34 gehaald. Hè. Ja, ja, heb, ja. Twee, drie keer 34. Evenveel en meer als Bart de Wever ja. in die tijd, ja. En, en had je, zag je dat aankomen, het cordon sanitair? Of was een, uh... maar, ja, natuurlijk. Hè. Zodra dat wij succesvol waren, wisten we dat men alles uit de kast ging, ging halen om ons, uh, om ons af te stoppen. En en, en ons uh, te boycotten. Ja. Hè? Het cordon sanitair is feitelijk niet veel meer dan een afspraak tussen de verliezende partijen om de winnende partij opzij te zetten en zelf aan de macht te blijven. Voilà, ja. dat, dat, dat is ja, kort is samengevat. Is, ja, en men giet daar een ideologische saus over, want het is ja. omwille van dit en dat en zo en zo. Maar, acquisère le crime, wie wordt er beter van? Ja, degene die het cordon sanitair natuurlijk opricht en in stand houdt, want zij verliezen en verliezen en verliezen. En blijven in een democratie toch aan de macht, terwijl de winnaar die wint, die wint, die wint, uh, van de macht wordt weggehouden. Ja, ja dat, dat hoort niet bij een democratie normaal gezien. Hè? Nee, omdat het de kiezer natuurlijk ongelooflijk uh, frustreert. Ja. En de kiezer doet uh, zich afkeren van de democratie. De kiezer zegt, waarom moet ik hier nog gaan stemmen? Wat heeft dat nog voor zin? Heel die, 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 die kermis, heel die uh, pantomine, uh, heel die show die opgevoerd wordt van die verkiezingen. Op het einde van de rit weten we toch wat er gaat gebeuren. De winnaars worden opzij gezet en de verliezers gaan aan de markt komen. Dus, eh, bedoel, en zo is het ook gebeurd. En dat heeft uh, ja, een paar decennia aangesleept. Tot wanneer de kiezer natuurlijk het goochelt afhaakt. En zegt: Ja, oké, okay, klaar, ik wil wel. Je hebt gelijk en het is waar. En, en we staan nu achter u. Maar, hey, oké, okay, het, het lukt toch niet. Hè, je komt er niet aan. Men wil u niet. Men, men zal het nooit willen. Dus laten we dat maar eens voor een andere partij proberen. En dat is dan gebeurd uiteindelijk met de NVA, die een beetje een wat gematigde kopie was van het Vlaams Blok Vlaams Belang. Die dan zijn kans heeft gewaagd. En de Wever is zeker in Antwerpen in dat gat gesprongen, en is burgemeester kunnen worden. Dankzij wie, dankzij ons. Wij hadden het pad geëffend, wij hadden het vuile werk gedaan, wij hadden de mensen aan onze kant gekregen. En vooral veel socialistische en andere kiezers van links uh, naar ons, uh, naar rechts uh, overgehaald, naar ons overgehaald, het Vlaams Blok, Vlaams Belang. En De Wever moest alleen in, in de klaarstaande ja, open schoenen stappen en, en op dat pad verder wandelen. En, en, en uh, zijn broodje was gebakken, wat ook gebeurd is. Opportunistisch, ja, maar goed, dat is politiek. Dat is politiek, inderdaad. Ja. Is dat een gevoel van machteloosheid? Ja, dat is een dat is frustratie gewoon... die, die toch niet gering is. Ik bedoel. Uh, Vooral omdat je de klappen krijgt, omdat je het vuile werk moet doen, omdat je euh, euh, uiteindelijk ja, euh, je handen vuil moet maken op dat moment, euh, tot wanneer de buit binnen is en dan komt iemand anders en die zegt: euh, Nu is het aan mijn toer en, en steekt de pluimen op zijn hoed en wordt dan wel burgemeester met hetzelfde percentage aan stemmen. Euh, mag dan wel uitvoeren wat jij niet hebt gemogen en dat, is, dat laat toch altijd een zekere. Ik, ik, ik ga niet uh, gebukt onder een gigantisch complex. Uh, ja, ja. uh, Verre van. Ik heb daar uh, mee leren leven en ik aanvaard dat. Ik weet dat dat ook politiek is. Je moet dat kunnen relativeren. Anders dan, uh, ga je heel gefrustreerd door het leven. Maar leuk is anders natuurlijk. Ja. Heeft dat lang geduurd, die klik? Uh, natuurlijk is dat heel frustrerend. Heeft u daar lang mee gezeten? Of, of? Wel, het heeft me altijd Ik heb dat positief proberen te vertalen, altijd gemotiveerd om verder te doen. Ja. En kijk, we zijn nu weer x aantal jaar verder. Hè? Politiek is een uh, zaak van lange adem. Hè? Je moet tijd van wachten hebben. Hè? Het is niet dat je op 24 uur je doel bereikt. We zijn nu weer een aantal jaar verder en we zijn opnieuw de grootste partij. Infixieert met de peilingen. En, en dank u. En En het vla, en de NVA zakt en wij gaan terug omhoog. Dus tijd van wachten is ontzettend belangrijk in de politiek. En nu het momentum, uh, ja, niet missen. Hè. En ik hoop dat de jonge garde bij ons het momentum in 2024 uh, niet mist. En het lukt, we zullen zien. Uh, we mogen niet te gretig zijn, want dan worden we daar ook voor afgestraft. voor die gretigheid. Uh, maar goed, we zullen wel zien hoe het loopt. Maar is dat ook niet zo'n beetje van... Wie daar regeert, gaat meestal stemmen verliezen? Ja, sowieso. Ja. Dat is een ijzeren wet in de politiek. Ja. Want eigenlijk, nu, wat ze nu doen, is... Er zijn heel veel mensen die zeggen van... Er zijn er, ik denk dat er een, een bepaald percentage is... Dat zegt van, ik stem op het Vlaams Belang... Omdat dat eigenlijk mijn fuck-you-stem is, eigenlijk. Omdat ze zeggen van, ja, politiek komt er niks in gang in België. En dan is de andere kant heel veel frustraties met de regering... En dan zeggen van ah ja, oké, okay, Vlaams Belang. Dat is belangrijk. Maar je hebt de verschillende kiezers. Hè. Je hebt inderdaad de voortkiezer. Die zijn er. Daar moeten we ook niet, niet flauw over doen. Die mensen zijn welkom bij ons. Die moeten wij dan politiek opvoeden. En proberen ook uit te leggen waar het over gaat. En dan uh, zijn er de gemotiveerde kiezers. Hè? Ja. Natuurlijk, men heeft nu de stemplicht afgeschaft. Uh, dat zullen we de eerste keer zien bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Uh, in hoeverre zal de voort? nog bereid zijn om te komen stemmen, is niet komen stemmen een niet een veel duidelijker signaal dan stemmen voor het Vlaams belang. Dat is de grote vraag en dan hangt het er natuurlijk vanaf hoe uh, hoe rebels is het Vlaams belang nog op zo'n moment om die kiezer te kunnen blijven aantrekken. Want dat is altijd een dansen op een zeer slappe koord. Als je daar te te, te, te salontveeg wordt, te veel een machtspartij, te veel een partij die streeft naar deelname aan het beleid, een beleidspartij wordt, dan zegt die voertkiezer: ja, maar pff, daar kan ik ook alweer niet meer bij terecht, want die willen alleen maar deelnemen aan de macht en die doen zoveel water in hun wijn dat het mij niet meer aanspreekt. Maar als je dat niet doet, dan, dreigt je, dan heb je die voertkiezer wel mee. Als je dat niet doet, maar dan verliest je weer aan de andere kant. Want er zijn er veel mensen die zeggen: ja, Wat heeft het nu voor zin om door die partij te stemmen? Ze willen zelf niet deelnemen aan de macht. Ze blijven in de oppositie en ze voelen zich daar goed. En ze koesteren zich in die oppositierol. Dus ja, het is balanceren op een zeer slappe koord. Om... Is, het, is het echt niet geweest um, om in Vlaanderen met N-VA in zee te gaan? Mm, er zijn een paar momenten geweest dat het had gekund, zeker op lokaal vlak. Ja, ja. En ik blijf erin geloven dat je dit eerst op lokaal vlak moet doen en pas dan uh, op Vlaams of federaal niveau. Uh, Heeft Bart Wever gebeld met uitzondering? Uh, <laughs> er <laughs> is bij de vorige verkiezingen ja, ah. toch drie maanden lang gesprekken geweest. Dus, oh, wow. uh, absoluut. Ja. En daarvoor hebben we Bart de Wever ook wel herhaaldelijk gezien, hè? dat is geen geheim. Hè. Ik heb met Bart de Wever, uh, uh, toen de NVA een partijtje was dat de kiesdrempel niet haalde en in Antwerpen geen enkele verkozenen had, uh, vele en lange gesprekken gehad om, om tot, een, tot een samenwerking te komen. Um, dat is nooit echt gebeurd, uh, door allerlei omstandigheden. Hij heeft dan uiteindelijk gekozen om een coalitie, allie, een, een, een coalitie niet een alliantie met de CDV, uh, te, te, te forceren. Um, ook omdat de CDV meer centjes bood dan wij, om de schulden van de vorige verkiezing te betalen. Maar goed, dat is allemaal geschiedenis. En, en dat was hij weg. En dan heeft hij via de CDV het heel handig gespeeld om groot genoeg te worden om dan alleen verder te gaan. En de rest is geschiedenis natuurlijk. Uh, maar er is in het verleden, recente en uh, iets uh, lange, latere verleden, wel herhaaldelijk gepraat met de Wever. Dus ja, nu ineens zegt de Wever: want Ik heb geen contact. Ik ja, heb nu geprobeerd. niet meer. Nee, na de verkiezingen zijn er drie maanden contacten geweest. Ja. En dan daarna uh, is hij op eigen kracht verder. Maar hij zei ook dat hij niet. Niet had geprobeerd om samen te regeren. Want gewend door een Rutte, denk ik, dat zij van. Ja, dat is dus allemaal. het na de ja. maaltijd. Als ja. het dan... Wij hadden ook geen meerderheid in het Vlaams parlement. Hè? De jongste peiling ja. laat wel iets anders zien. Hè? Daar hebben we wel een meerderheid in het Vlaams parlement met de N-VA. Ja. Het is natuurlijk ook allemaal een kwestie van realisme. Hè? Ik bedoel, wat heeft het voor zin? Om met twee aan tafel te gaan zitten, als we toch weten dat we er niet uit gaan geraken, want we hebben geen meerderheid. Dus nee. dan is het alleen maar voor het oog van de publieke opinie. Maar de volgende keer zou dat wel eens helemaal anders kunnen zijn. En breekt dat dan? Is dat dan één moment dat dan ineens het Coron Sanitair kan breken? En dan, dan wordt daar nooit meer over gesproken? Wel, ik denk dat. Dat, dat er natuurlijk nog wel wat harde noten te kraken zullen zijn. Eén keer we het cordon sanitair gebroken, moet er ook nog een regeerprogramma worden op papier gezet. En dan moeten we ook zorgen dat we niet te veel water in onze wijn doen, want anders gooien we het kind met het badwater weg. En dat kan ook niet de bedoeling zijn. Ja. Dus het, ook dat is een moeilijke oefening, vooral voor ons. Ja. Wij moeten vervellen van een puur zo'n oppositiepartij naar een meerderheidspartij die deelneemt aan het beleid. En de andere partijen die samen met ons in zee gaan, die zullen er alles aan doen om, ja, om ons op de knieën te dwingen en ons te verplichten om bepaalde compromissen of uh, toegevingen te laten slikken die we misschien niet zullen willen. Dus ook daar zijn we nog niet uh, helemaal klaar. Ja, want jullie, zijn wel, jullie hebben wel een serieuze transitie gedaan hè? Van, van, van het blok in de tijd, dat de meeste mensen racistisch noemden, naar dan nu ja, een radicaal rechts. Minder racistisch. Er is uh, daar waarschijnlijk maar, nog een paar ja, met, ah ja, 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 maar ja. Dat, dat is natuurlijk een bewuste strategie. Ja. Hè? Dat is één. En twee, uh, goed, je mocht nooit vergeten toen we eraan begonnen in 1978, dat is lang geleden, maar uh, ja, dan was er niks. Ik <laughs> bedoel, we hadden 0% van de stemmen, geen een halve een team en een handvol mensen. Dus om door te breken in de politiek, is met dit programma ongetwijfeld ook zo, ja, dan moet je natuurlijk bouwen aan de weg. Hè? Dat, dat, gebeurt niet, dat gebeurt niet zomaar. Nee. En dat is bij een politieke partij ook. In het begin moet je spraakmakend zijn. Je moet het verschil maken. Je moet zorgen dat je iets te vertellen hebt dat een ander niet te vertellen heeft. En als je wilt spraakmakend zijn, dan kun je maar beter scherp uit de hoek komen, want anders luistert er niemand. Uh, en dus waren we inderdaad uh, provocerender dan vandaag. De tijden waren ook anders. Hè? Het moest hard gestaan. Als we de boxhandschoen niet gebruikten, uh, ja, dan was er niemand geïnteresseerd. Dus het, het, het moest confronterend zijn om de aandacht van de publieke opinie en ook van de media te kunnen, uh, te kunnen genieten. Ook niet vergeten, dit machine bestond niet. Hè? Ja, ja. Sociale media. Et cetera. Ja, bedoel, sociale media betekent dat men nu rechtstreeks met de publieke opinie kan communiceren zonder dat er nog een filter is. De filter komt. <laughs> de filter, YouTube, noemen ze maar allemaal op Twitter. Ja. Zijn volop bezig met filters in te bouwen. En het zal binnenkort komt de censuur ook op sociale media. Maar in die tijd. Ik heb de eerste computer op mijn bureau zien verschijnen. Dat was zo'n ding met een bakker aan en mijn eerste telefoon in mijn auto. Dat was zoiets met een antenne van twee meter en zo'n oor. De eerste faxmachine, dat soort dingen. Ik kom uit die generatie die dat allemaal heeft zien, zien, zien ontwikkeld worden en terug in de vuilbak zien belanden om uiteindelijk te belanden bij dit ding. Ja, dat is een revolutie die men zich bij jonge mensen niet meer kan voorstellen. Maar wij moesten het doen met wat? Wij moesten het doen met, 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 met niet, met affiches. Ja, ja. <laughs> met, met papier, met pamfletten, met krantjes. We moesten in de bus gaan steken, we moesten mensen overtuigen door de boer op te gaan, van café naar café, gaan spreken, uh, meetings te houden, vijf dagen in de week, heel Vlaanderen door, om daar uh, toespraken van een uur voor 50, 60, 100, 200 mensen, 500 mensen te gaan geven. Ik heb voor zaaltjes gestaan van 10 man. Ik heb er ook voor zalen gestaan van 2000. Maar... Zo werkte het toen. Hoe gaat u om met... Uh... En dus moest er een boodschap ja. gebracht worden die, ja, die natuurlijk iets uh, krachtiger was dan... Shockerend. De, die chockerend ja. genoeg was om, om de publieke opinie wakker te schudden. En ook onze plaats uh, te geven in het politieke landschap van toen. Want toen waren de, de traditionele partijen. Socialisten, christendemocraten, liberalen, oppermachtig. Hè. Ik bedoel, CDV was een partij tussen de van minstens 30 procent en soms veel meer. De SPA was een partij, de socialisten waren een partij van 20 en 25 en soms veel meer. En de liberalen waren ook een partij van rond de 20 procent. En daar moest jij u tussen wringen tussen al dat, die grote kopstukken van toen uh, met één televisiezender, hè, de BRT, de commerciële ja, zenders die bestonden ja. zelfs nog niet eens. Uh, en, en, geen regionale zijn, dat was allemaal niets, dat was, dat was het. En een paar kranten, die allemaal verzuild en gepolitiseerd waren. Je mocht wel blij zijn dat je zo'n vijf lijnen in een gazet kreeg, als je al eens deed. Dus dat was allemaal veel minder evident en simpel dan vandaag de dag het geval is. Hè? Nu duwt je op de knop en uw boodschap wordt verspreid naar, goed, ja, naar zoveel duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen. Uh, het wordt moeilijker en moeilijker hè, om, om er nog door al die, dat sociale media geweld nog, nog gehoord te worden. En het wordt ook wat duurder. Hè? Het wordt meer, steeds meer een kwestie van geld dan van originaliteit. Maar niet te min, uh, die sociale media biedt de kans om ongecensureerd te communiceren met de burger, terwijl het vroeger quasi onmogelijk was. Dus de boodschap moest anders zijn, moest krachtiger, korter, duidelijker uh, en symbolischer zijn. Dus je eigenlijk. Je wist van oké, okay, ik ben hier misschien iets over de top aan het gaan, maar ik weet van ik heb dit nodig om die aandacht toch te krijgen. Om die aandacht, te, dat krijgen. We aandacht te krijgen. Dat is wel dat is wel als wel symbool een boksalschoen ja. ja, als we wel symbool een boksalschoen gebruikt. En dan wist iedereen hoe laat dat was. Hè? Ja. Uh, of een bezem, of, of dat soort van dingen. Dat, dat, je je, je, je wordt ervoor of je wordt er tegen. Maar dat was juist hetgene wat we nodig hadden. Hè? Ja. En niks is erger dan in het grijze midden eh, terecht te komen waar niemand feitelijke mening over u heeft. Eh? En de meningen die u dan over u krijgt, eh, well, die, hoe, die gaat, hoe, hoe gaat u daar dan mee om? Komt die zijn, te zijn te zeer polariserend ja. natuurlijk. Maar je weet ook dat dat het, dat dat het, het, het gevolg zal zijn van, u, van uw inzet. Eh? Daar was u wel bewust van? Dat, maar natuurlijk. Ja. En dat kan ook geen kwaad. Maar ik heb liever dat tien mensen mij, mij haten, en dat ik er tien heb die mij fantastisch vinden, en dat ik er twintig heb die van mij helemaal niks vinden. Ah, ja, okay. En dat is het probleem met veel politici. vraag een 100 mensen, wat vindt u van deze of gene politici? Nou, ik weet het, middel op de route. Niks speciaal. Ja. Dat, ik zou gruwelen van dat. Ik heb liever dat er 50 zijn die zeggen: Oh, die in de maar was dat voor een extremist en een racist en ik weet niet wat een fascist en dit en dat. En 15 zeggen: Dat is onze man, Daar stemmen we voor. Die, 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 die zegt het gelijk, dat moet. Ik ga nooit 100% van de stemmen halen, maar als ik er al 30, 34, 35 kan halen, is het al heel goed. Hè. Ja. Dus Ging je, wat ik me dan altijd afvraag, want ja, had je had vier dochters? Hè? Zo? Drie. Drie dochters, ja. <laughs> en die zijn ergens in de twintig, dus dat betekent. Oef, ik heb maar een beetje van, in, van begin van de dertig, einde twintig en half twintig, ja. Die zaten op school rond de jaren negentig dan? Eigenlijk. Ja neer aan de oudercontacten en, en, en al die dingen en kreeg je dan een, kreeg die leerkrachten deden die gewoon... daar dan extra <laughs> moeilijk over omdat jij de, de hebt van of? Uh, mijn dochters hebben op school uh, toch wel, uh, toch wel. Een, een, een deel van de problemen gehad ja dat, ik heb mezelf altijd wel toch een beetje verweten dat ik ze meesleur natuurlijk in een verhaal Waar zij niet voor verantwoordelijk tegen. Maar ze hebben daardoor natuurlijk ook niet te veel uh, geweeklaagd daarover. Ze hebben daardoor ook uh, zich leren verweren en ze zijn er beter van geworden, karakterieel. Uh, als mens denk ik wel dat ze, dat in hun heeft gehard. Ja. En, en ook dat ze daardoor sterker en beter in het leven staan. Absoluut. Oh. Okay. Want, uh, een van de dochters heeft ook. Deel gemaakt uit van een campagne met uh, ja. een bikini en een uh, ja. Hoe kijkt u daarop terug? Ik heb gevoelens. Sockerend, uh, hè? Ja, dat vraag ik me af. Als, het is als heel een heel chockerend beeld, ja. Uh, de, 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 de burka bikini noemen wij het altijd, hè. De, ja. de BB, ja. Uh, de BB. was ook weer zo'n stunt die heel erg ja, confronterend was. Het is, was er voor of er tegen. Maar het beeld was zeer duidelijk. Um, maar... Daar heb ik helemaal geen, geen probleem mee, maar de vrouw die ik me natuurlijk achteraf stel, was het wel zo wijs om daarvoor mijn dochter te ja. gebruiken. De bedoeling was overigens dat het niet bekend zou worden dat zij het was, want het was natuurlijk het voordeel van een niqab dat, ja. dat dat volledig gezichtsbedekkend is, ja. een burka, dus je ziet niet wie daaronder zit. Ja. Maar door omstandigheden is dat toch uitgelekt. Um, en, en ja, voilà, en dan waren we vertrokken en dan heeft ze bedreigingen gehad, politiebewaking uh, en, en toezicht en dat Toch soort allemaal, van dingen. Ja, ja, dat is allemaal mij. gebeurd. Dat, uh, die, die, die heeft haar, uh, haar deel van de problemen wel gehad. En dan achteraf, als vader, zegt ja, Heb ik mijn dochter hier nu geen noodloos risico laten lopen? Was dit nu wel nou nodig? Maar oké, okay. ze was toen al 18, ze heeft toen zelf zich aangeboden en gezegd: Ik wil dat doen, ik sta erachter, ik vind dat ik dat moet doen en ik ga het doen. Oké. Okay. Oké. Okay. Um, ik heb gezien dat je ook naar Syrië bent geweest in 2017. En, en verschillende keren. verschillende ja. keren. Hoe was dat? Wel, niet vergeten de context van toen is een Syrië... Uh, ...dat op dat moment voor de helft bezet wordt door de islamitische staat... Uh, ...waar het fameuze kalifaat uh, uiteindelijk uh, de macht had... ...en waar Syrië de speelbal was van een aantal internationale machten die feitelijk wouden afrekenen met, uh, met Assad. En met het regime van Assad. En daardoor gingen ze de oppositie steunen, zonder te beseffen dat ze feitelijk een zeer radicale oppositie steunden, die een heel andere agenda diende, en die feitelijk, uh, uh, ja goed, uh, islamfundamentalisten waren. Van het allerergste soort, overigens. En het resultaat hebben we gezien. En ik heb altijd gezegd, ik geef toe tegen de stroom in en tegen beter weten in soms ook. Uh, Assad is de devil, you know. Ik bedoel, Assad is ongetwijfeld geen koorknaap. Dat tegen hem gezegd hoor. Dat, uh, boah, ik hoef dat niet aan hem te zeggen. Ik bedoel, ik denk dat hij dat uh, ook wel voor een stuk beseft. Hè. Hij weet ook wel wat er in zijn regime gebeurd is en nog steeds gebeurt. Maar beter Assad dan de Islamitische Staat. Assad heeft nooit aanslagen gepleegd in, in, in de metro van Brussel of op, het, of op de luchthaven van Zaventem. Dat heeft de Islamitische staat gedaan. Of op de Bataclan in, in Parijs of wat dan ook. Uh, dus met Assad waren we tenminste, hadden we tenminste een stabiel uh, land. Waar de oppositie misschien niet alle rechten kreeg die ze verdienden. En waar repressie en aanverwanten was. Maar waar recht en orde heerste. Waar uh, uiteindelijk een. Relatieve welvaart was en stabiliteit, politieke stabiliteit, die niet leidde tot dit soort van, van uh, calamiteiten en extremisme. Uh, idem dito, overigens, uh, want ik had vroeger ook contact met iemand zoals Saddam Hussein in Iran. Heb uh, je ontmoet, of? Ik heb Saddam Hussein twee keer de kans gehad om hem te ontmoeten, maar het is uiteindelijk niet gebeurd. Maar anderen hebben dat wel gedaan, zoals Le Pan en dergelijke meer. Idem dito met de shah van, uh, van Persië. Uh, in Iran. Ja, Saddam Hussein is uiteraard Irak, um, met de Shah van Persië in Iran. Uh, zelfs met iemand uh, die dan toch veel gradaties erger is, uh, een, een, een Gaddafi in, in Libië. Ja, als ik daar even op mag, mag inpikken, omdat ik hoor heel vaak die, die theorie... Dat Gaddafi eigenlijk een idee had munt om, een, ja, om een eigen munteenheid of om een bank van Afrika op te richten, van het Midden-Oosten eigenlijk. Om de dollar niet meer te gebruiken. Ja, ja. En dat ja. daardoor Amerika is, is binnengevallen, klopt dat? Of? God, er, er zijn daar veel theorieën. theorieën over. Ik denk dat het vooral ging over uh, macht en olie en, en geld en dat soort van dingen meer. En dat zal er mee deel van uitgemaakt hebben. In ieder geval, met deze figuren. Die allemaal dictators waren, ongetwijfeld, maar hadden we tenminste in het Midden-Oosten een stabiliteit. Uh, en sommigen, heb ik de indruk, willen die stabiliteit niet, willen chaos in het Midden-Oosten. Dat komt zeker de Verenigde Staten van Amerika en andere landen goed uit. En dus creëert men die chaos. En, 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 en daar past al la limite zelfs een islamitische staat bij om, om de destabilisatie totaal en volledig te maken. Nu is het helemaal uit de hand gelopen. Natuurlijk ja, het was het zodanig uit de hand gelopen dat niemand eh, daar nog wou voor verantwoordelijk tekenen. En men uiteindelijk dan maar de strijd tegen de Islamistische Staat is aangegaan. Maar vergeet niet dat in de beginperiode men dit soort van kerels steunde, actief, met geld, wapens, training, enzovoort, enzovoort. Hè. Idem toe met de taliban. De taliban ja. is een creatie van wie? Week, de taliban ja. is een creatie van de Verenigde Staten van Amerika. Zat, ja, ja, ja. Tegen de Sovjet-Unie. Ja. Tegen de Sovjet-Unie. Dat waren de strijders die, ja. die, 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 die het communisme en de Sovjet-Unie daar moesten bestrijden. Uh, ja. De Verenigde Staten hebben wat dat betreft natuurlijk wel wat onheil gesticht. Niet alleen in het Midden-Oosten. Uh, maar ook in Europa. Uh, kijk naar Kosovo. Hè. Ik bedoel, uh, dit volkomen uh, radicaal-islamitisch land, land in het hart van Europa. Uh, opgericht door de Verenigde Staten van Amerika, die het hebben laten afsplitsen van Servië, terwijl uh, dat helemaal niet had gemoeten. En zo zijn er wel wat geopolitieke dingen gebeurd in Europa en daar ver daarbuiten, Midden-Oosten en overwanten, Waar er in de Verenigde Staten een bewuste politiek van destabilisatie voert uh, om er zelf beter van te worden. En wij ja, wij delen meestal heel erg uh, in de brokken. En daar ben ik het niet mee eens. En dus vind ik dat uh, iemand zoals Assad eerder een bondgenoot dan een vijand was en is. Idem dito met de Saddam Hussein, idem dito met de Shah van Persie, idem dito met anderen in het Midden-Oosten, die men allemaal verdreven heeft om er uiteindelijk regimes in de plaats te krijgen, die tien keer erger zijn. Ja, want ik heb een paar, uh, paar maanden in Saudi-Arabië gewoond. En uh, die, alleen meestal kreeg je de uitleg ook van als ze zeiden: van kijk, Irak en al die. Landen in het Midden-Oosten zijn eigenlijk allemaal stammen. Verschillende stammen. En bijvoorbeeld wat dat moest zijn, was eigenlijk een van de weinigen dat al die stammen, kon, uh, ja. stammen konden samenbrengen. Serieus. Maar doordat je democratie wilt inbrengen in een land dat nooit democratie heeft gekend, die zelfs een groot gedeelte als gelukkig is met een, een regime, ja. Ja. ja, natuurlijk, dan breekt je natuurlijk ineens... Want ja, dat is tegen hun geloof. Absoluut. Dus ja, dan worden ze geradicaliseerd. En ja, breng ja. brengt het ander. Voilà. En ja, op dat moment, ik snap wel... Uh, ja, je stel je voor dat Amerika bij u binnenvalt en ineens zegt van ja, kijk, ik ja, wil dit verandert, dit verandert en dit verandert. Ja. Ik bedoel, het is een zo logica. Werkt, in, hè? Zo werkt het ja. natuurlijk niet. Hè. En um. dat is allemaal gebeurd, ik weet dat wel. Men, men, men beschouwt de democratie als een soort van exportproduct, zoals Coca-Cola en jeans. Maar nee. dat, uh, dat ligt toch wel enigszins anders. Hè. Zeker in structuren en in maatschappijen die inderdaad anders georganiseerd zijn en zich daar goed bij voelen. Dat is hun recht. Hè. Wij hoeven niet ons model. Uh, aan de hele wereld op te leggen. Ik heb er altijd mijn bedenkingen bij gehad. Ja. Um, dan het laatste, voordat we even een pauze gaan nemen. Um, ik had ook gezien dat u op een bepaald moment even een uh, begraaf... Uh, moet ik dat zeggen, een begraafplaats zag gaat bezoeken van uh, nazi's. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Okay. Maar goed, okay. <laughs> dat is een lobbel. De, 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 waarover gaat het? Dat is uh, goh, meer dan 35 jaar geleden, als ik me niet vergis. Maar... En toenmalig burgemeester van Lommel, die uh, verbood op, uh, op uh, allerheiligen uh, de toegang tot het kerkhof voor nabestaanden. We spreken op een moment dat nog veel van de jongens die daar begraven zijn, en die allemaal oorlogsslachtoffers zijn, uh, Duitse oorlogsslachtoffers weliswaar, uh, nog heel nauwe familieleden hebben. Vaders en moeders, uh, vooral kinderen, uh, enzovoort, enzovoort, die nog in leven zijn. Spreken, ik herhaal, uh, 35 en meer jaar terug. Die problematiek was toen nog aan de orde. Vandaag ah, is dat irrelevant geworden. Maar toen was dat een, een realiteit. En uh, toen was ik, ja maar, in het kader van verzoening, in het kader van vrede, in het kader van het, 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 het proberen te bereiken van, van opnieuw een, verstand, een goede verstandhouding tussen alle volkeren in Europa... Moeten wij toch, en Lommel licht op enkele kilometers van Duitsland, en werd jaarlijks bezocht door heel veel van die Duitse familieleden, moet dat toch kunnen dat nabestaanden hun doden komen eren en herdenken op allerheiligen. En dat kon niet. En dat heeft geleid tot, ja, tot politieke spanningen en, en, en zelfs een manifestatie enzovoort, enzovoort. Maar dat was geen verheerlijking van wat dan ook, het was gewoon. Een oproep tot verzoening. Uh, meer niet. En dat is dan een beetje uitgebreid door de media. Dat is uh, toen heel erg uh, uit zijn context gerukt. En dat werd dan precies gedaan alsof wij uh, Nazi's zouden gaan eren. Dat heeft daar allemaal geen bal mee te maken. Je moet niet vergeten: in die tijd was de strijd voor amnestie ook nog aan de orde. Hè. Dat betekende dat jaren 70, 80, uh, 60. Uh, de jaren na Wereldoorlog twee hebben veel van die jonge collaborateurs die waren gaan strijden hè, aan het Oostfront tegen het communisme, wat we daarna als soldaat ook hebben gedaan, maar dan binnen het kader van de NAVO. Eh, maar hier teruggekomen zijn en, en daar heel zwaar zijn voor gestraft, hè. Er zijn er een aantal gefuseerd. Eh, Bijna 300, en er zijn er ook uh, tienduizenden en tienduizenden in de gevangenis gestoken. Ook mensen uit de Vlaamse beweging, die weliswaar dachten dat door te collaboreren met Nazi-Duitsland men op de een of andere manier de Vlaamse zelfstandigheid zou kunnen verwezenlijken. Wat niet gebeurd is. Achteraf gebleken is dat een stommiteit geweest. Maar toen, ja, oké, okay. het was een keuze die uh, uiteraard zeer beladen was, maar die de, met de beste intenties was ingegeven. En dat is allemaal fout gelopen. En die hebben er zwaar voor geboet. En dan hebben we altijd gezegd... wij als lichamers van diezelfde Vlaamse beweging... de generatie nadien... ik kom niet uit een collaboratiegezin. Mijn, mijn grootvader was een weerstander in Blanken... erkend weerstander in Blankenbergen. Mijn vader is uh, weggevoerd geweest uh, als jonge student. Die studeerde voor dokter. Hij moest de dokterpraktijk van mijn oom uh, overnemen in Brugge. Die directeur was van het Tintjans Hospitaal in Brugge. Um, en en die, op, in 243 wordt de universiteit gesloten, gesloten in Leuven. En mijn vader duikt onder. Want de bedoeling was dat alle studenten werden opgepakt. Alleen werden verplicht om te werk gesteld te worden in Duitsland. Heeft ondergedoken gezeten. Is uiteindelijk toch gepakt geworden. En opgesloten in de gevangenis in Brugge. En is weggevoerd naar Duitsland om daar te werken. Heeft, heeft daar anderhalf jaar in zeer penibele omstandigheden te werk gesteld geweest in een messerschmitt -fabriek. en is uh, na de oorlog teruggekeerd, heeft zijn studies nooit kunnen afmaken, ja, en, en, en was ziek en uh, uitgehongerd en is opnieuw beginnen werken bij de spoorwegen. En heeft heel zijn, heel zijn leven bij de spoorwegen gewerkt. Dus ik kom niet uit een collaboratie gezien, verre ja. van hè? Verre van. Maar ik begrijp wel dat men op een bepaald moment gezegd heeft, plaat ons nu maar pleiten voor verzoening, Laten we de spons vegen over het verleden. Wie oorlogsmisdaden heeft gepleegd, die moet daarvoor gestraft worden, dat is evident. Maar al de rest, de zogenaamde politieke collaboratie uh, enzovoort, ze hebben ervoor geboet, ze hebben in de gevangenis gezeten, de boetes zijn betaald, hou er nu mee op, veeg de spons over. Dat was een eis van toen. Vandaag is dat compleet irrelevant, omdat dat uh, ondertussen ja, niemand van heel die generatie nog in leven is. En zelfs de kinderen ervan ondertussen al bijna bejaard zijn. Dus het, ja. uh, het is zonder voorwerp geworden. Ja. Ja. Oké, okay, top. Um, dan zetten we even een pauze en dan nemen we even deel 2 op. Ja.